Het misbruik binnen de katholieke kerk heeft niets te maken met het celibaat, maar wel met homoseksualiteit. Althans, dat beweerde kardinaal Bertone tijdens een persconferentie in Chili afgelopen maandag. Ook beweert hij over wetenschappelijk bewijs te beschikken dat deze mening ondersteunt. Homoseksuele organisaties hebben woedend op de uitspraken van de kardinaal gereageerd. Ja, het is natuurlijk een belachelijke uitspraak om homofilie en pedofilie te gaan vergelijken. Het lijkt erop alsof het dezelfde poging is om een andere zondebok aan te wijzen door de katholieke kerk, terwijl ze binnen de kerk zelf fouten hebben gemaakt. Kardinaal Bertone is na de paus de belangrijkste man in het kerkelijke systeem. En Bertone beweert dus dat er een relatie tussen homoseksualiteit en pedofilie bestaat. Volgens de voorzitter van de Chileense homoseksuele organisatie zijn de uitspraken van de kardinaal een perverse poging van het Vaticaan om geen eigen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Wat de kerk nu zou moeten doen, in plaats van het weer afschuiven op de homo's, of ze hebben het ook op de joden geprobeerd, kijk eens naar hun eigen instituut. Kijk eens naar wat doet het celibaat met een man. Zijn er bij het COC katholieke homo's? Ja, er zijn zeker katholieke homo's, zeker bij COC Limburg. Limburg is een zeker katholieke provincie. En heb je geluiden gehoord van mensen dat ze zeggen van nou, dit is voor mij echt de druppel en ik zeg nu mijn lidmaatschap op? Ik heb nog niet gehoord dat ze lidmaatschap opzeggen, maar we hebben vaak discussies over dit onderwerp, ook voor deze uitspraak, want er zijn veel meer uitspraken geweest, dat ze wel ontevreden zijn met de kerk. En ja, dus ik kan me voorstellen dat mensen zich willen uitschrijven uiteindelijk. Maar ik kan me voorstellen dat het ook erg kwetsend werkt. Ja, het is kwetsend niet alleen naar katholieke homo's, maar natuurlijk naar alle homo's. Om vergeleken te worden met iemand die kleine kinderen misbruikt, dat is heel iets anders dan homoseksualiteit, wat gaat over liefde tussen twee gelijke mensen. Dus ja, de vergelijking gaat zo mank. Ik denk best dat mensen gekwetst kunnen raken, ja. Vind je deze uitspraak van deze kardinaal ook kwetsend ten opzichte van de slachtoffers? Dat zou je de slachtoffers moeten vragen natuurlijk. Maar ik denk dat het voor de slachtoffers ook niet veel uitmaakt waardoor het nou precies komt. Het is wel belangrijk denk ik, voor slachtoffers dat er eigen verantwoordelijkheid wordt genomen en dat wordt op deze manier niet genomen. Klopt, in dat geval ja, natuurlijk. Ik denk dat slachtoffers echt willen dat de kerk op zijn minst excuses aanbiedt. Laat zien van wij zijn fout geweest. En op deze manier doen ze dat natuurlijk niet. Op deze manier schuiven ze het weer door naar anderen. En dat is jammer. Ze hebben met de paasmis hebben ze een kans gehad. Ze hebben hier een kans gehad. Ze hebben elke kans die ze kunnen grijpen om excuses aan te bieden, gebruiken ze weer om het weg te schuiven naar anderen. En dat is jammer. En ik denk inderdaad voor de slachtoffers dat het helemaal frustrerend gewoon is om ja, zoiets weer te horen. Ja. Overigens spreekt kardinaal Bertone ook zijn eigen baas tegen. De paus heeft namelijk al in 2008 in de New York Times gezegd dat er geen enkel verband is tussen homoseksualiteit en pedoseksualiteit.